Eén punt, kunnen we daar tevreden mee zijn, Kilian? Achteraf gezien niet. Ik denk dat we die wedstrijd van vandaag hadden kunnen winnen. In plaats van 2-0 is het 1-1 geworden en dat is wel balen. Vreemd eigenlijk, hè? Vandaag was het tegen een moeilijke tegenstander en we zagen hem veel beter lokeren, of toch logisch? Ja, ik denk die kwaliteiten die er vorig jaar waren, die waren niet weg natuurlijk. Maar we hebben het ook anders, iets anders aangepakt. Dus we hebben er ook van de week op getraind om weer rustig die bal in de ploeg te houden. Niet te veel die lange bal meer trappen, gewoon rustig afwachten, het balken laten rondgaan en het juiste moment afwachten. En dat is vandaag een paar keer gebeurd en een paar keer goede kansen kunnen creëren. Jammer genoeg mocht het niet zijn. We hebben een paar keer eigenlijk pech gehad. Ballen die vorig jaar moeiteloos tegen de netten gingen, lukken nu niet. Ja, het is misschien een beetje het verhaal van dit seizoen. Vorig seizoen zat alles een beetje mee. Zat een enorme flow. En nu gaan die ballen jammer genoeg niet binnen. En ik kan er nog wel een paar momenten of een paar matchen voor de geest halen dat het ook anders had kunnen zijn. Maar goed, als dat brengt niets op. En het is jammer dat we vandaag geen 3 punten hebben. Jij bent iemand van de grote wedstrijden. Hè? De eerste van de 3 wedstrijden van de grote wedstrijden is achter de rug. Je kijkt uit naar de volgende 2 ook, neem ik aan. Ja, vooral naar die tweede. Dus vooral die bekerwedstrijd. Ik denk dat het een fantastisch mooie wedstrijd gaat worden. Ik hoop dat er hier veel volk zal zijn, dat het stadion vol zal zitten. En tegen Gent, die momenteel heel sterk is, maar het is en blijft een derby. Daar kijken we enorm naar uit. Maar eerst nog die match op Anderlecht. Dat is ook een mooie wedstrijd. Dus, Ben je vannacht in een andere kamer gaan slapen om het geween van de baby niet te horen? Oh, maar het is zo'n brave. Hij weent niet echt, maar goed. Een jonge baby die heeft nog voeding nodig om de 3 uren. Dus meestal ga ik wel een dag voor de match. Zal men toch even in een andere kamer leggen om toch een beetje voldoende nachtrust te hebben. Braaf, net als zijn vader? Ja, het is echt een schattig manneke. Dus hij doet echt goed. En de mama stelt het ook allemaal goed. Dus ik heb alle reden om gelukkig te zijn. Nog eens proficiat in naam van alle supporters. Dankjewel. Kilian.